Ik weet niet waar ze momenteel nu zit, maar dat is Daphne. Daphne, mag mij komen vergezellen op het podium? En voilà, 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 perfect. Zeer goed. Hier staat ze. Daphne, hoe gaat het met u? Goed, en met u? Goed, dankjewel. Ongelooflijk, iedereen, ze zijn allemaal gedrild precies. Jij bent, en nu neem ik mijn kaartje erbij, Miss Elegance International Benelux. Ik heb de Benelux vertegenwoordigd in Tunesië en nu ben ik tocht van de Miss Elegance International 2019. Oké, dankjewel voor deze informatie. Je hebt dat gedaan in Tunesië. En wat is er te zien in Tunesië naast zand en kamelen? Ja. Ja. Zand en kamelen. Goed, oké. Nee, maar wat heb je daar moeten doen? Was dat een moeilijke opdracht? Heb je zoiets van, dat is een eer, ik ga er naartoe en ik mag daar wel staan met mijn kroontje, die trouwens perfect past. Wat heb je allemaal moeten doen? De eerste 3 dagen was het vooral kennismaken met de andere meisjes. Omdat we waren met 40, dus je zit met 40 verschillende landen op. Engels is de hoofdtaal geworden daar. En ja, je leert de meisjes kennen. En eigenlijk, een bootcamp was het niet. Je doet fotoshoots, choreografieën, defilés. Eigenlijk hetgeen wat je in België doet, maar dan in het buitenland. Internationaal. Voilà. Oké, ik ga er toch even iets over zeggen. Daphne, uw achternaam is op het einde. Ja. Ja. Je kunt daar niets aan doen, hè. Dat is niet erg. Maar ik heb een vriend, collega, acteur, die misschien heel goed bij u past. Peter van het begin. Oh ja, ik dacht, je weet nooit. Het zou een leuk koppel kunnen zijn, Peter van het begin en Daphne op het einde. Nee, goed, dat is een heel flamme persoon. Ik ga even naar deze kant staan, ik ga je toch nog één vraag stellen. Wat is de reden waarom deze dames hier absoluut moeten aan meedoen aan deze verkiezing volgens u? Miss Elegance is een unieke verkiezing, dat is een gala. Het gaat niet om de perfecte maten of over het mooie gezichtje. Oké, het is mooi meegenomen als je het hele pakket hebt. Maar het gaat ook vooral over hoe uniek elke dame is op zichzelf. Tatoeages, littekens, het maakt allemaal niet uit. Het gaat vooral om de binnenkant. En de maatschappij laat zien, buitenkant is enorm belangrijk. Maar het is binnenkant. Ik bedoel, kijk daar, de prachtige Katja met tatoeages. Wacht, maar dat is niet zeker dat de buitenkant niet oké is, hè? Rustig. Nu, ja. Het is echt, iedereen zou zich moeten inschrijven voor Miss Elegance volgend jaar. Ja, iedereen, maar ik ga me even onthouden toch nog. Maar iedereen zou dat moeten doen, inderdaad. En zoals Koen Wouters zegt, het zit van binnen, hè? Ja, hij heeft wel een heel knap lief, hè? Ja, dat is goed meegenomen, hè? Het is ook een Nederlandse tante. Maar goed, oké. Dames en heren, maak alsjeblieft een luid applaus voor Daphne. Dankjewel, Daphne. Ah, wacht, Daphne is iets vergeten, dames en heren. Ja. Dat is dat Limburg stempel, dat duurt wel langer. Wat heb jij gezegd? Ik zou heel graag iemand op het podium willen roepen. Ze wil het niet, maar ik ga het toch doen. Lieve Elke, waar ben jij? Ik zou het niet gedurfd hebben. Dus ik ben blij dat zij het gedaan heeft. Elke, kom erbij. Je hebt dat niet gehoord, hè? Ze heeft geen schoenen aan. Geef even mee. Oké, Elke, ja. Ik wil iets tegen u zeggen. Ik ga proberen. ik weet nog, namens Deluxe ben ik in een zwart gat gevallen. En jij waart er, want het is al vandaag. En jij waart er voor mij, dag en nacht. Jij hebt mij helpen groeien door mijn Elegance Benelux. En ik ben u daar enorm dankbaar voor. jij hebt me toen eens gestuurd. Dat was een avontuur, dat weet je alle twee. Met vallen, opstaan. Een lach, een traan, heel veel videocalls met hele slechte wifi-verbinding. Maar dag en nacht, jij waart er voor mij. Om 6 uur 's morgens, om 3 uur 's nachts, jij waart er. Je nam de telefoon op, je hebt op slaap gelaten. 14 dagen een stuk. Ja, 14 dagen een stuk. Ik heb mijn best daar gedaan, en je ziet het. Jij hebt die kansen gegeven en ik wil je enorm, enorm hard bedanken. Jij en neef doet dat super met Miss Elegance. Je weet, ik sta volledig achter alle wat je ook doet. Ik wil je hierdoor enorm ook bedanken. Voor iedereen, ik ga het niet graag, maar ik doe het toe. Toch, dames en heren, mag ik alsjeblieft een heel groot applaus voor Elke. Ik heb er nog een cadeautje voor, dat staat achter de coulissen. Maar ik geef het woord terug aan jou. Dankjewel Daphne. Alsjeblieft een luid applaus voor Elke en voor Daphne.